Rosebel Gold Mines NV heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een netto winst van $24,7 miljoen. Dat maakte de multinational gisteren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders bekend. Gunstige goudprijzen, een hogere productie, strakke maatregelen, grote inzet van de arbeiders, dalende brandstofprijzen en verlaagde productiekosten hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf betere resultaten heeft kunnen neerzetten dan in 2015. In dat jaar is er een verlies geleden van ruim $6 miljoen. Sharmila Jadnanan Singh, manager Legal and Corporate Affairs, gaf in een presentatie aan dat er rond de 10 ton aan goud is geproduceerd, ruim 322 kilogram meer dan in 2015. De totale omzet bedraagt $369,7 miljoen. Daar willen we naartoe als bedrijf. Vele uitdagingen, maar we hebben ook aangegeven dat de wijze waarop wij uit de problemen kunnen geraken zou kunnen zijn het toevoegen van concessiegebieden aan de bestaande Gros Rosebel concessierechten die we hebben. Dat is één en dat is ook gelukt. In 2016 is de game changer, zoals dat binnen het bedrijf bekend staat, Saramacca concessie, met heel veel medewerking van de staat gegaan naar het zogenaamde UJV-gebied. Daar ga ik verder in een andere slide uitgebreid op in. Maar we hebben in ieder geval een concessie waar we nu op werken, het Saramacca concessiegebied. En we hebben daar natuurlijk grote verwachtingen van. Wat wel belangrijk is, dat je dan natuurlijk niet alleen je blind staart op nieuwe concessiegebieden, maar dat je dus doorgaat op zaken die kunnen bijdragen aan transformatie en duurzame verlenging van de levensduur van de Rosebelmijn. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft ook aan het succes van de multinational meegewerkt. Zo hebben kleine goudzoekers die vaak onrechtmatig goud ontgonnen op de concessies van het bedrijf een eigen gebied toegewezen gekregen op Koffiekamp. Minister Regilio Dotsen, die ook aanwezig was bij de vergadering, ziet graag dat de lokale gemeenschap op zoek gaat naar andere inkomstenbronnen. Daarnaast is het tweede poot waarop wij rusten, is de ontwikkeling van het gebied. En de ontwikkeling van het gebied houdt in, dus niet het ontwikkelen van goudmijnbouw, maar we moeten rekening houden, 4.500 maaltijden per dag met een status van preferred vendor, omdat de gemeenschap daar eigenlijk een soort eerste recht heeft om te verkopen voor IAM Gold. En er wordt tot nu toe geen gebruik van gemaakt op één ondernemer die die eieren levert na. Dus wij zeggen, er is een enorme potentie voor ontwikkeling van het gebied buiten de goudmijnbouw om. Want goudmijnen is maar betrekkelijk. En we kunnen voor veel meer gaan doen. Dus dat is het tweede traject dat we hebben opgestart. Minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen, gisteren tijdens de algemene ledenvergadering van aandeelhouders van de multinational Rosebel Gold Mines NV. Het bedrijf heeft in het jaar 2016 geen enkel bedrijfsongeval geregistreerd.